Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Vandaag mijn eerste Kato, Japanse trein, nou ja, Japans merk. Het gaat hier om de vliegende hamburger. Deze zit in zo'n lange doos, omdat dit één treinstel is wat niet los hoort te komen. En dat is dus het een van de problemen hiermee, die ik in ieder geval weet. Hier zit plastic wat hier aan vast hoort te zitten, zodat het één geheel is. Ik denk dat ik eerst eens even ga kijken of ik deze open kan krijgen. Ik vind het wel mooi hoe ze hier de draaistel ervoor zorgen dat dit doorloopt en toch meebeweegt met de draaistel. Ik vind het een bijzonder leuke. Eens kijken. Daar zit een schroef. Dit kan wel eens leuk worden om uit elkaar te halen. Ik ga in ieder geval iets pakken om op te leggen. Oké. Vanaf deze kant kun je bij wat clipjes aan die hier zitten. En daarmee kun je een begin maken met het loshalen van het dak. En vervolgens zitten er langs deze rand zo clipjes om de boven- en onderkant los te krijgen. Kijk aan. Deze kwam ik net al tegen. Dit is één van de twee, de andere zit hier. Ja, die zijn volgens mij voor de rail die hieronder zit, zodat die stroom door kan geven naar binnenverlichting die hier niet in zit. Een vliegwiel zit erop. Zo, dat was even een gepuzzel, omdat alles uit elkaar viel waar ik bij stond. Wist ik natuurlijk niet precies hoe alles terug moest, maar ik denk dat ik het nu allemaal wel heb. Nou ja, elektrisch gezien. Hier onder deze pinnen zit de pick-up van de wielen. Die ook met deze draden aan de verlichting vastzitten. De verlichting, vermoed ik, is... onderste is een gloeilamp. Ik denk dat de bovenste een gloeilamp is met een coating dat die rood is. Met een diode ertussen. Denk ik. De stroom loopt door deze geleiders. Zo, die ongeveer hier uitkomen over om dit te gaan digitaliseren, om dit te proberen, zou ik moeten de motor. Ik zit hier nog met twee weerstanden waarvan ik niet weet hoe belangrijk ze zijn. Maar de motor zou ik moeten isoleren van deze twee geleiders. Deze twee geleiders die zorgen dan voor de stroomgeleiding. Daar kan ik de stroom van afpakken voor een decoder. Deze twee voor de verlichting. Ik denk dat ik deze eerder nog op die geleiders zou zetten, omdat ik vermoed dat die geleiders niet heel hard geleiden. Die moeite hebben met die contacten die hier zitten, dus dan heb je betere stroompick-up. Hier zou ik dan rechtstreeks de decoder op aan kunnen sluiten en dan zou ik alle draden onder dit hele stoelframe door moeten geleiden. Dat is wel te doen, het zal een beetje druk worden. En er is op zich hier op dit deel genoeg ruimte voor een decoder. Dus dat zou nog wel kunnen. Ik ga deze er eens opnieuw aanzetten. En ik weet wat er gebeurt als ik dit omdraai. Dan ligt alles weer over mijn werkbank heen. Dus even kijken hoe ik dat ga doen. Goed, het eerste deel zit in elkaar. Hè? De LED-verlichting op de voorkant. Ik heb hier... Aan de onderkant LED-verlichting zitten voor de binnenverlichting. Hierbovenop ligt een strip plastic. Daar lopen de kabels overheen en die gaan naar de achterkant. De decoder ligt hier onderin. En deze kabels zijn voor het andere draaistel. Het andere treinstel. Hier staat de stroom van mijn baan op. Als het goed is, staat er op mijn baan een rij vooruit. Ik heb mijn laptop hier niet staan. Rij vooruit en... zet de binnenverlichting aan en deze twee pinnen. Zo. Nou, een beetje moeilijk contact maken of houden. Deze twee pinnen lopen dus over de hele lengte. En
Kijk. Maar hij rijdt. Als ik de wielen zie, dan moeten die nog schoongemaakt gaan worden. Verlichting, binnenverlichting deed het net. Voorverlichting doet het. Dus ik ga de andere kant nog even afronden. En dadelijk hopelijk het resultaat laten zien. Zo. Kijk eens aan. Ik heb hier aan deze kant het treinstel met een rode verlichting. Binnenverlichting. En hij zit nu nog even los hierop. Dit is het motortreinstel. Het motorstel. Hier heb ik ook de binnenverlichting los liggen. De voorkant de verlichting. En bij de reverse wordt deze rood. Beetje moeilijk te zien. Wel zal goed te zien zijn dat deze wit is. Bij de eerste keer proefdraai kwam ik twee problemen tegen. Ten eerste was de motor viel uit dit plastic bracket, waardoor dat die niet er lekker in lag en herrie ging maken. Het tweede probleem was, hij maakte namelijk al herrie, dat dit vliegwiel tegen het plastic hieronder kwam. Volgende probleem was dat als de motor draaide, continu de decoder zei, hey, trek te veel vermogen. En dus de motor, waar ik in een reset ging en begon de trein opnieuw te rijden. En dat de verlichting continu aan het knipperen was als de motor aan het lopen was. Hier zaten twee weerstanden. Dit is een van de twee. Van 4,7 ohm. Ik heb die vervangen voor twee van, volgens mij, 15 ohm. Zodat die veel minder vermogen kan pakken. Het zijn er twee, want als ik eentje van 30 zou pakken, die worden te warm gezien hoeveel stroom hier doorheen gaat. Zo wordt het wat beter verdeeld. Daarmee knippert de verlichting bijna niet. Ik zie hem nog wel een beetje knipperen. Dus dat is ook opgelost. Er ontbreekt een antislipband. Dus eigenlijk, er zitten geen antislipbanden op en ik merkte dat hij dus vrij veel moeite had met rijden op de baan. Maar ik hoop dat met deze nieuwe weerstanden, doordat de decoder niet continu gereset, dat hij beter gaat lopen. En doordat het allemaal wat vaster en beter op zijn plek zit, dat hij ook minder herrie gaat maken. Dit is het voorlopige eindresultaat van de vliegende hamburger. De lichten knipperen nog steeds iets. En de tijdelijke vouwbalg die ik erin heb gezet is iets te stug. En dat zorgt ervoor dat hij dus in de bochten, waar hij nu ook in zit, nog een beetje ontspoort. Een beetje erg ontspoort. Dus ik moet die nog even inkorten. Maar dat is een stukje flexibel plastic, dat zal wel lukken. De verlichting... vooruit, achteruit werkt prima. En ik zal zo ook nog even een shot van de zijkant laten zien. Nou, dit is het zijaanzicht. Je ziet duidelijk knipperende verlichting. En dat komt door de manier waarop de verlichting gedimd wordt. Ik heb hem nu op 50% helderheid staan. Als ik hier zelf in mijn eigen ogen naar kijk, zie ik dit bijna niet. En je ziet het ook een beetje bij de voorverlichting. Maar ik ben uiteindelijk wel tevreden over het eindresultaat. Ik moet nog een beetje wat dingen bijwerken, maar dat komt vanzelf. Dus ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Like, subscribe, deel en tot een volgende keer.